Sheila Kitwaru Noor Mohammed heeft de Human Rights Award ontvangen van de Europese Unie. Kitwaru Noor Mohammed is de directeur van de Stichting Bureau voor Dienstverlening aan NGO's, BNF. Al langer dan 30 jaar houdt zij zich bezig met het helpen, begeleiden en opleiden van personen die helpen bij huiselijk geweld. René van Nes, ambassadeur van de EU voor Guyana en Suriname, geeft aan dat zo'n award 1 keer per jaar wordt uitgereikt. Hij onderstreept dat de award het liefst aan mensen wordt uitgereikt die achter de schermen werken en niet continu in de media zijn. Dit jaar dus de EU Human Rights Award voor Sheila. En waarom hebben we dat aan jou toegekend? Omdat we vanuit de gemeenschap hoorden hoe positief het werk is wat jij doet. En dat je al 18 jaar bezig bent met jouw bureau, stichting Bureau voor de Dienstverlening van NGO's, om NGO's te ondersteunen. NGO's te ondersteunen om beter te functioneren met planning, met hun administratie, met hun financiën, van alles wat erbij komt kijken om een goede NGO te runnen. En zo'n dienstverlening is natuurlijk essentieel, want een functionerend maatschappelijk middenveld, dat is belangrijk voor het waarborgen van mensenrechten. Kitwaru Noor Mohammed had niet verwacht dat zij zich langer dan 30 jaar met mensenrechten zou bezighouden. Vooral omdat alles wat zij deed in het begin op basis van vrijwilligheid was. Na jaren zich sterk te hebben gemaakt, met name op het gebied van huiselijk geweld, kwam er hulp vanuit de Canada Fund en de Europese Unie. BNF financierde hiermee NGO's en overheidsorganisaties, want beide kwamen in aanmerking. En dat waren organisaties zoals Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, het Women's Rights Center, moet ik iemand hier zien, het Bureau Gender Aangelegenheden en het Politiekorps om inhoud te geven aan onder andere beleid en wetgeving, training van counselors, ontwikkeling van de wet op huiselijk geweld en curriculum voor de politie. Maar er werd ook een uitgebreid politiedatasurveillance system opgezet om data te verzamelen over huiselijk geweld. U begrijpt dus waarom ik de eerste jaren zo optimistisch was. Er zijn veel resultaten bereikt en we hebben een aantal permanente structuren op kunnen zetten. Helaas zijn veel van deze structuren nu bijna 20 jaar later behoorlijk verwaterd. NGO's proberen ook moeizaam te overleven in deze economische recessie, crisistijd. Kitwaru Noor Mohammed hoopt dat wanneer zij stopt, anderen dit goed werk zullen voortzetten. Er is niet alleen gevaar bij huiselijk geweld, maar nu ook bij mensenhandel en daar moet goed nagekeken worden.